Chinees restaurant Golden House in Zoeterwoude is dit weekend voor het laatst geopend. De gemeente, die eigenaar van het pand is, zegde de huur op. Dit tot onvrede van veel inwoners van het dorp. Zij stellen dat een gemeente als Zoeterwoude helemaal niet zonder een Chinees restaurant kan. Of een dorp wel of niet zonder Chinees kan, denk niet dat dat aan mij is om te beoordelen. Ik kan wel wat zeggen over van wat wij als gemeente vanuit onze rol gedaan hebben. Wij zijn als gemeente verhuurder van het pand waar nu de Chinees in zit. En we hebben in onderling overleg en in overeenstemming zijn we tot afspraken gekomen waarbij de huur beëindigd gaat worden. Die afspraken die worden nu uitgewerkt en afgewikkeld. En de Chinees zelf heeft de mogelijkheid, uiteraard als ondernemer, om te kijken waar hij zich elders wil vestigen in het dorp. We weten dat er lege plekken zijn. Wat mij betreft kunnen ze daar gaan zitten. Maar daar gaat de gemeente niet over. Pas op het moment dat daar een vergunning voor nodig is, ja, dan komen wij weer in beeld. Maar dat is onze houding. We staan altijd positief ten opzichte van dat soort vragen. Nou is de gemeente eigenaar van het pand en de bedoeling is bij de aankoop al geweest om het pand te gaan slopen. Met de aantal winkels die vertrokken zijn op het Dorpsplein vragen veel inwoners van Zoeterwoude zich af van waarom ga je het slopen? Daar wordt het Dorpsplein niet beter van. Het heeft inderdaad te maken met een aantal afspraken uit het verleden. Een punt wat op dit moment ook nog wel van belang is, is dat je ook als overheid je eigen vastgoed moet gaan verduurzamen. Omdat we in het verleden al de keuze gemaakt hebben om het pandje tegen de vlakte te gooien, zullen we daar ook in het huidige pand zouden we veel investeringen moeten doen. Op basis van de afspraken die er gemaakt zijn, is ervoor gekozen om het pandje tegen de vlakte te gooien. En tegelijkertijd wordt er op Dorpsplein door de net opgerichte stichting Dorpshart Zoeterwoude samen met een commerciële partij vinden er allerlei ontwikkelingen plaats. En de komende tijd zullen daar ook weer met diverse betrokkenen gesprekken over plaatsvinden om te kijken wat de invulling gaat worden, ook op die locatie. En praat het college daarin mee? Het college praat daarin mee, maar dan wel vooral op dit moment in de luisterende sfeer. We willen eerst horen wat de direct betrokkenen, dus de eigenaren en de huurders op het Dorpsplein, het Dorpscan, willen. En kijken hoe wij dat dan vervolgens in onze eigen regeltjes waar nodig kunnen omvormen. Zodat we ook daarmee de faciliterende rol van gemeente kunnen oppakken.